Doodgaan, dat doe je een kat niet aan. Wat moet een kat in een lege woning beginnen? Tegen de muren oplopen, langs de meubels wrijven. Zogenaamd niets veranderd, maar alles toch anders. Zogenaamd niets verplaatst, maar toch alles opzij geschoven. En 's avonds schijnt de lamp niet meer. Stappen op de trap, maar niet die stappen. De hand die de vis op het bordje legt, is ook niet de hand die dat deed. Iets begint hier niet om zijn gewone tijd. Iets gaat hier niet zoals het moet. Iemand was hier steeds, verdween toen plotseling en blijft koppig weg. In alle kasten gekeken, alle planken afgeremd, onder het kleed gekropen en gecontroleerd. Zelfs het verbod getrotseerd en de papieren rondgestrooid. Wat is er meer te doen? Slapen en wachten. Als hij nou terugkomt, zich nou vertoont, dan zal hij het weten. Zo ga je met een kat niet om. Naar hem toe lopen, als met de grootste tegenzin. Op het dode gemak, op diep beledigde poten. En om te beginnen, niks geen gespring en gepiep. Ha ha ha.